Zo, mijn vriend. Ben je klaar voor de lange en gevaarlijke reis? Jouw avontuur bestaat uit twee delen. Eerst moet je Transsylvanië doorkruisen en veilig en wel aankomen op je eindpunt, mijn kasteel. Met wat geluk kun je mijn kasteel van dichtbij bewonderen. In elke kamer vind je een stuk waarmee je mijn familiewapen kunt samenstellen. Ik toon je mijn goede wil door je een paar voorwerpen te geven die onmisbaar zijn bij je zoektocht. In deze zak stop je alle bruikbare voorwerpen die je op je weg tegenkomt. Gebruik de kaart om precies te weten waar je bent. Deze kristallen bol heeft magische krachten en geeft je waardevolle informatie. In dit boek kun je je spel bewaren. Nu ben je volledig voorbereid om aan je reis te beginnen. Veel geluk, mijn vriend. En onthoud dit. In Transsylvanië is niets wat je denkt dat het is. Welkom op de begraafplaats van de verdoemde geesten. Hier woont geen mens, want dit is een plek waar de monsters feesten. Wat loopt dit gruwelijk lot en vindt de sleutel van het slot. Geef de sleutel maar aan mij, dan doe ik het hek open en ben je vrij. Veilige reis, mijn vriend. Vooruit, in galop. Blijf op het pad, maar pas op.
Ik zou de weg volgen als ik jou was. Wat is groen, glibberig en leeft in een moeras? Een kikker met een handgranaat. Kies verstandig. Dit kun je niet vermijden. Maar wie weet waar deze wegen je heen leiden. Vergeet het niet, mijn vriend. Heel wat dingen die je op je weg tegenkomt. Kun je later gebruiken. Pas op! De ruiter zonder hoofd dwaalt rond vanuit! Ik zal die richting niet uitgaan. Je bent binnengedrongen in het woud zonder terugweg. Ik laat je niet verder gaan tot je een hoofd vindt dat bij me past. Kijk naar de oren van dit ding. Kun je echt niks beters vinden? Ik zie er belachelijk uit. Zoek iets anders. Ja, met dit prachtige hoofd wil ik wel gezien worden.
eindelijk! Ik werd tot kunstbeu om opgesloten te zitten in deze veel te grote vogelkooi. Als jij paren kunt maken van de verborgen voorwerpen, dan kunnen we hier allebei snel weg. Je kunt beter! Hehe, je bent er bijna! Jou, het is ons gelukt! Bedankt! Ik ben eindelijk vrij! Joepiejee! Ik ga hier niet staan kletsen, want ik heb nog een heleboel dingen te doen! Doei! Snuffie van dit en een stukje vleermuis en klaar is mijn heksennat. Verdraaid, het is nog niet goed. Mijn verduiveld heerlijke drankje is bijna klaar. Wat mis ik nog? Goed geprobeerd, mijn liefje, maar er ontbreekt nog iets. Goed geprobeerd, mijn liefje, maar er ontbreekt nog iets. Ja, dat is het. Mijn brouwsel is klaar. Maak maar dat je wegkomt, of ik verander jou in een salamander. Wat jammer, je was er bijna. Als je de brug herstelt, kun je naar de overkant. Haast je wat, de graaf wordt een beetje ongeduldig. Onthoud dit. De volgorde en wat je gebruikt zijn belangrijk als je iets herstelt. Haast je. De zon komt zo op. Shh.
Sommige plaatsen zijn precies zoals ze eruit zien. Niet meer, niet minder. Ik ken een kortere weg. Schiet op, straks is het te laat. Volg me! Ga terug, ga terug! Straks is het te laat. Je raakt nooit aan de overkant van het moeras. Maar ik wil je wel helpen als je me aanlokkelijk voorstelt wordt. Je mag Ja, dat ziet er goed uit. Wat heb je nog meer? Ja, dat ziet er goed uit. Wat heb je nog meer? Nee. Heel goed. Haast je. De graaf wacht op je. Wat jammer. Heb je al zoveel moeite gedaan en nu kun je mijn stulpje niet binnen? Haha, misschien kunnen mijn wachtende vrienden je helpen om de treden terug te toveren. Ach, wees niet bang. Vooruit, ga naar binnen. Ik durf het wel.
Ik daag je uit. Ga niet naar binnen. Het kwaad ligt daar overal op de loer. Voorzichtig op de trappen. Ik wil niet dat er iets met je gebeurt. Welkom in Dracula's domein. Hier is een eenvoudige uitdaging. Een voorsmaakje van wat hier te wachten staat. Ik heet je van harte welkom in mijn nederig stulpje. Gefeliciteerd dat je het zover bracht. Het volgende stuk van je avontuur begint nu. Eerst moet je de verborgen stukken van mijn familiewapen vinden. En daarna mij. Alleen dan zal ik mijn geheim onthullen. Veel geluk. Je zult het nodig hebben. Ziet er interessant uit, vind je niet? Gaan we naar binnen?
ben de geest. Toon wat je kunt en speel met mij. Dan onthul ik je een geheim gang en ben je vrij. Ik daag je uit. Ah, ja, die muziek is een streling voor mijn oren. Je hebt erg veel talent, net als ik. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen! Sommige paden zijn de moeite waard, maar sommige... Oh, ach ja. Je moet het zelf beslissen. Mijn kleine vriend eet met lange tanden. Als je hem het juiste voedsel geeft, zul je bij de schat belanden. Heel goed. Vergeet je adem niet in te houden daar beneden. Ik wil niet dat je wat overkomt. Ik zie dat je in mijn kerker zit. Laat me je even voorstellen aan een van mijn vorige gasten. Geloof niet alles wat hij vertelt. Maar als jij je overtuigingskracht in de juiste volgorde gebruikt, dan verklapt hij je misschien waar de uitgang is. Geniet ondertussen van je verblijf. Hé, vriend! Natuurlijk weet ik hoe je wegkomt uit deze tent. Maar ik vertel het je lekker niet. En denk maar niet dat je mij aan het praten krijgt. Vind je niet dat je een beetje overdrijft met
eens dat je een beetje beter je best zult moeten doen. Stop! Stop! Nee, niet doen! Hij ligt onder het houtblok! Hij ligt daar als een vod. Vind je niet dat je een beetje overdrijft met deze rekoefening? Stop! Nee, niet doen! Oké, ik zal het je vertellen. De sleutel ligt onder de mat. Gefeliciteerd. Je doet het erg goed. Hopelijk verandert dit niet als je door deze deuren stapt. Vlooien. Vervloek de volle maan. Er staat een toverdrank te koken. Die maakt mij weer normaal. Om te weten hoe lang mijn toverdrank moet koken, moet je de zandlopers tegelijk leeg laten lopen.
hartelijke bedankte. Aanvaard deze kleine gift als teken van mijn waardering. Ik nodig je uit in mijn huis en kijk wat je doet. Een gast hoort een kamer netjes achter te laten. Vind jij dat ook niet? Thank you.
Jawel. Ik heb weer vertrouwen in je. Wat een geluk dat je er bent. De boeken willen uit de bibliotheek ontsnappen. Ik heb je hulp nodig om ze terug in de kast te plaatsen. Gefeliciteerd, het is je gelukt. Ziet er interessant uit, niet? Kijk uit waar je stapt. Achter deze deuren zitten wezens waarvan je liever niet droomt. Maar denk eraan. Alles heeft zijn prijs. Het ziet er naar uit dat mijn vorige gast met mijn trofee heeft gespeeld. Kun jij er weer orde in brengen? Of wil je liever zelf aan de muur hangen? Prachtig. Hier, een kleinigheidje voor de moeite. Een paar snuisterijen die ik meebracht van mijn verre reizen. Er wordt verteld dat deze oude schatten mystieke en magische krachten bezitten. Thank you.
Zoek het bij elkaar passende paar. En het oude farao-spel is klaar. Omdat je dit hebt opgelost zonder geklaag, miauw, toon ik je deze geheime gang in de sarcofaag. Denk je dat je me daar kunt vinden? Er wordt verteld dat je je ziel blootlegt als je in de spiegel kijkt. Misschien hebben drie zielen in één spiegel nog meer effect. Jochie, kom maar naar beneden. Jij bent de volgende sukkel. Ik bedoel deelnemer. Stop je geld in de gleuf en misschien word jij de gelukkige winnaar. Het spijt me, maar dit had je beter niet kunnen doen. Waar zou deze weg naartoe leiden? Heb je het lef om naar binnen te gaan? Als je door de deur gaat, zie je wat erachter staat. Jij jammer, volgende keer beter, en dat meen ik. Ja.
Ja, hoe jabbe dabbe doe! Eureka, je wint de hoofdprijs! Denk eraan. Alles in mijn kasteel heeft een doel. Maar ik wil je waarschuwen. Drink niet van het groene goedje. Het zorgt voor bizarre neveneffecten. Hé, is me dat een verandering? Ik ga alvast een avondje stappen. Goed gedaan. Ik hoop maar dat deze weg je niet naar gevaarlijke plaatsen leidt. Welkom in het lab. Mijn meester wil weten of je de hendel hebt meegebracht. Ik hoop het, want anders zal hij erg teleurgesteld zijn. Je hebt hem, uitstekend, snel, geef hem. Ja. Ja! Het werkt. Het leeft. Oh nee, stop! Alsjeblieft, stop! Ah! Oh, goed. Terug naar het tekenbord. Aandacht, aandacht! Het kortste strookje is jouw kaartje voor een veilige overtocht. Probeer het opnieuw! Raad de mijne goed en ontloop je straf. Lukt het je niet, dan beland je in je graf. Probeer het opnieuw! Kies verstandig, lieve lotgenoot! En vermijd zo een te vroege dood. Probeer het opnieuw.
Verstandig, lieve lotgenoot, en vermijd zo een te vroege dood. Probeer het opnieuw. Hallo daar. Mijn meester wil een spelletje met jou spelen. Als je hem verslaat, geeft hij jou een fantastische prijs. Maar als je verliest, dan moet jij hem iets geven. Goed dan. Laten we spelen. Zoek de verborgen schedel, als je kunt. Denk eraan, mijn vriend. Als je wint, word je beloond. Maar je weet wat er gebeurt als je verliest. Gefeliciteerd, man. Het is je gelukt. Zie je wel? Jouw moed. Yeah.
Je doet het erg goed, tot nu toe. Ik hoop maar dat dit deel er geen verandering in brengt. Wel, wel, wel. En je dacht dat je mijn geheim ging ontdekken. Volgende keer meer geluk. Denk eraan, moedige lotgenoot. Onderzoek is erg belangrijk als je dit spel wil winnen. Thank you.
Ah. Goed gedaan. Je hebt me eindelijk gevonden. Nu wil ik iets speciaals met je delen. We hebben eeuwenlang gewacht op iemand die moedig genoeg was om de uitdagingen van mijn kasteel aan te gaan. En eindelijk is het zover. Dit feestje is speciaal voor jou, mijn zegevierende vriend. Ik wil graag een toast uitbrengen op onze geëerde gast. Als beloning voor jouw vindingrijkheid en moed benoemen we je tot erelid van onze beestige groep. Mm-hmm.